Weet je wat zo fijn is, mensen? Waar ook op de wereld, waar je ook een liedje zingt van een kind, daar komt altijd een fijne stemming. Dat komt omdat de mensen zo langzamerhand doorhebben dat de kinderen eigenlijk de meest geslaagde personages zijn op deze planeet. En daar kun je donder op zeggen, dat is zo hoor. Kinderen zijn verrukkelijk. En er zit van alles aan vast. Een huis met gezelligheid. En ja, ik kan er niks aan doen, mensen, maar ik ben een gezelligheidsmens. En ik wil het elke dag opnieuw weer vertellen, dat het een belangrijke factor in een mensenleven is. Gezelligheid. Ik heb een leuk huis. Ik heb nu pas een Indisch hoekje laten bijbouwen. Ik wil altijd graag zo'n Indisch hoekje hebben, zo'n kroephoekje. En dat heb ik er nou bij. Ja, gezellig. U moet eens komen, zeg. Een heel gezellig hoekje. Ik moet op het kruisje staan voor de televisie. Maar heel gezellig, zeg. En daar kroepen we zo af en toe in dat hoekje, hè. En ik heb een baardje thuis, dat is ook gezellig. Ja, geen zwoele baar, hoor. Een gewoon, normaal, leuk baardje. Niet zo'n baardje met animeermeisjes, hè. Dat vind ik het meest melancholieke woord in de Nederlandse taal. Een animeermeisje. Zo van, ik vind Annie meer meisje dan vroeger, weet je wel. En weet u het tegenovergestelde van een Annie meer meisje? Dat is een kan niet meer jongetje. Ja, mensen, er wordt tegenwoordig zoveel gesproken over de belangrijke dingen van het leven. En op de televisie helemaal. Laat ik nou vanavond eens zeggen tegen alle mensen hier in de zaal en tegen alle mensen die thuis kijken, dat gezelligheid is zoiets geweldigs. Ik wens u allemaal, mensen, voor uw hele leven lang gezelligheid tot de laatste dag. Je kunt het niet maken namelijk. Het is gezellig of het wordt het nooit. Maar maken kan niet. Wij denken dat elke avond. Dan denk ik 8 uur, het doek gaat open. Hoe zal het worden? Maar je weet het niet. Het is gezellig of het is het niet. Maar maken kan niet. Er zijn een heleboel mensen die denken, zeggen ze bijvoorbeeld, oh, morgen ben ik een dagje vrij, maken we een gezellig dagje. Mensen, dat kan niet. Kun je niet maken. Of je hebt mensen die hebben visite. En dan zeggen ze, oh, daar is de visite. Hans, ga jij eens gezellig thee zetten? Gezellig thee zetten. Al zet Hans een emmer thee, ze nog niet gezellig. En met thee al helemaal niet, natuurlijk. Kijk eens, als u mij zou vragen, Toon, wat drink jij vanavond na afloop? Als u me dat zou vragen, dan zou ik het wel weten. Maar ja, u vraagt niks, dus dan zeg ik ook niks. Nee, maar mensen, dan zou ik zeggen, laten we dan straks na afloop, laten we dan een glas wijn drinken. Wijn, wijp, gezang. Dat is mooi, 3 mooie dingen. Alle 3 goed, wijn, wijp, gezang. Ik zou er geen van kunnen missen van die 3. Nou, het gezang misschien, maar ze dan wel. Maar dat is een mooie spreuk, dat heeft Aristoteles gezegd, hè? De spreuk van Aristoteles. Nou, ik weet niet of u de familie Stoteles gekend hebt, dat weet ik natuurlijk. Ik heb goed gekend. Aristoteles en ook zijn vader, de oude Stoteles, heb ik nog gekend. Ja, en mevrouw Stoteles, de oude mevrouw, keurige mevrouw. Leuke mensen, ze hadden 2 kinderen. Arie was de zoon, grote denker, hè, wijsgeer, hè. En had nog een zuster ook, hè? Miep. Hè? Zuster van Arie, Miep Stoteles. Hè? Misschien nooit van gehoord, nee? Nou, daar heb je niks gemist, hoor. Want, nee, want Miep was niks, hoor. Miep was niks. Arie wel, maar Miep, dat was niks. Nee, Miep mocht geen naam hebben, hoor. Ja, ze noemde haar Miep, maar dat was dan ook alles. Hoor. Arie wel. Arie was een grote denker, hè? Die ging ook niet over 1 nacht ijs, hè? Miep wel, die ging erop en die zakte erdoor. Nee, Miep was niet. Arie wel, hè. Arie heeft zich ook onsterfelijk gemaakt, hè. Miep was meteen dood. Was nog, ja, en de oude Stoteles, hè. Stootje noemden wij hem altijd, hè. Hij was dol op biljarten, de oude Stoteles, hè. Hij gaf zelf les ook, hè. Stoteles, ja, Stoteles. Ja. En de familie Agoras, heb u die gekend? Piet, ja, Piet. Ja, goed, ja. Piet Agoras, ja. Die is nog van die stelling gedonderd in de tijd. Ik weet niet of dat... Ja. Ja, weet je wat het is, mensen, met die Griekse geschiedenis? Je weet nooit wat waar is, hè? Het zijn sagen. Het zijn sagen of mythen. Mythen of sagen, hè? En elke figuur had zijn eigen sagen. En het figuurzagen, dat is ook eigenlijk... Dat komt van de oude wijsgeren, hè? Aristoteles, Socrates, Plato, Ajax, Blauw-Wit, Elinkwijk.
Ja, en weet u wat het was? Die oude wijsgeren waren zo eenvoudig, dat vond ik zo fijn. Die zaten gewoon te klaverjassen bij de kapper. Dat was het stamlokaal van de wijsgeren bij de kapper. Er hing ook een bord aan de muur, wijsgeren en knippen. En dat was hun... U hoort dat ik er iets van weet, hè? Nou, dat doet me plezier, doet me plezier.